Ga jij schuilhokje spelen? Ga jij schuilhokje spelen? Kiele, 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 goedemiddag. Hey. Ja, lieve vrienden, het is alweer middag, ik weet het. Maar ik wens jullie als eerste een hele goede middag en welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag, het is 10 maart en het is 12 uur 48. En Karen en Roderick, die zijn al onderweg. Ja, dat ik ze aan de telefoon had, waren ze al voorbij Alkmaar zo'n beetje. Maar ze zouden de toeristische route nemen, dus ja, dat duurt even wat langer. Dat ik ben nou lekker even voor mezelf koffie aan het maken. Het is vies, het is smerig, het is nat weer. En, ja, gisteravond heeft er weer iemand bij iemand verderop in dezelfde straat omdat ik woon. Iemand aan hun poort geweest. Dat hun hond ging gelijk ook tekeer. Dus ja, toppie. Het is ook aan mij gemeld in mijn WhatsApp-groep van de buurtpreventie. Dus ja, ik heb het weer doorgegeven aan de wijkagent. Dat ik hoop dat het goed gaat komen. Ja, en dat hij bij mij in de tuin stond, dat deed de politie ook. Dus ja, hij moet er eigenlijk ook een melding van doen. Maar ik zal het zelf wel gaan doen. Tenminste, ik zal eerst met Karin erover praten van ja, hoe en wat. Want ik denk toch niet dat die man dat doet, de buurman verderop. Ik weet niet wie het is. Het is mijn buurman, maar wie? Ja, ik zie er veel voorbij lopen, ze zwaaien wel, maar ik weet ze niet van naam. Dus ja, maar komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Nou, ik heb de auto van Karen en Roderick al gezien, dus ze zijn hem ergens aan het parkeren. En ik verwacht elk moment mijn poort open zien te gaan. Die zien jullie geloof ik niet, want ik zie hem ook niet op mijn schermpje. Dat is denk ik te wit. Maar oké, maakt niet uit. Frode die hoort ook al wel wat hoor. Dat zie je aan zijn kopje. Is dat spannend, hé? Is dat spannend, man? Ja, dan komt Lovely en dan komt Lady. Ja. En dan zal Eeuwen wel naar boven sprinten, want die moet er niks van hebben. Maar het duurt nog wel even. Tjonge, nog wat op. Nou ja, we wachten keurig netjes af. Ja, toch. En dan gaat de poort open en dan komt Roderick naar binnen. Tenminste doorheen gelopen met twee tassen en Karen erachteraan met twee honden. Ja. Heidi, Heidi, Heidi. Wat een weer niet. Lopen. Lopen, dames. Kool zwaar zijn. Dag man. Dag lieverd. Oh, wat ben je dat pad. Roder, eventjes in die deur een beetje open. Nee, Ewing die moet naar buiten. Juist, die moet naar boven. Daarom, dat heb ik zeg. En doe die deur even weer dicht. Ja, die deur weer dicht. Ja, want ik ken de honden weer los. Juist. Hohoho. Dat was een glijbaan gelijk. Nee! Nee is nee. Klaar. Goed zo. Dat is goed. Sorry mensen, maar het moet. Koude neus. Nou oké, ik ben blij dat ze er zijn. Want dat vind ik reuze fijn. Ja, ja, ze hebben het koud. Was het in de auto dan niet warm? Nee, ik kan het krijgen. Natuurlijk wel. Tuurlijk wel. En maar we hebben even nog eventjes bij de ijsbaan. Ijsbaan. Daarbij hier al en bij de zwembad. Oh ja, daar ja. Daar hebben we ze nog eventjes een beetje even uitgelaten. Toen het regent en dat maakt het koud. Ja, nou, ik zeg ik ben blij en ik vind het fijn. Ja, ik ga koffie en thee maken, want we hebben dorst. Ja, maar ik wil koffie.
Nou, ik zou zeggen fijne middag en tot later. Nou, twee knuffelkonten bij elkaar. Hé, Lovely en Karin. Hoe lief is dat? Hé? Oh. Ja, ik heb wel zoeken, hè. Oh, wat lekker. Haha, wat lief. Wat geweldig, wat geweldig. Ja, dat mag Frodo ook graag bij mij doen. Nou, Roderick die kijkt even glieflijk toe van, oh wat lief. Is toch lief? En die legt daar, oh lady, die legt daar op wacht. En ze kunnen lang wachten, maar de kamerdeur gaat niet open. Want aan de andere kant, daar zit Eowyn en ja, die komt nou de kamer niet in. Die is daar veel te huiverig voor. Hé, lady? Lady? Hoi, meis. Kom eens. Nee, kom je niet? Wat? Examen. Nou, en Frodo die legt haar heerlijk op de bank. Maar slapen is er niet bij. Nee, nee. Geweldig. Knuffelkontje. Daar ligt die kikker op de grond. Waar is je kikker? Ja, kikker pakken. Ja, pak. Nee, geen zin. Pak je kikker dan. Geen zin, hè? Pak je kikker. Zet ze. Sleetje rijden? Nee. Oh. Krabbelen. Losse haartjes. Ja. Nee, hier ook. Hier met je kikker. Ja, doei. Zet ze. Nou, dan wordt gezegd gedag, dus dag, dag, tot later. Nee. Ja, het is wel donker. Dag, Sinterklaasje. Dag. Nou, ze gaan dus weer er vandoor. Het is nou donker. Oei, 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 oei. Ja, het is helaas een beetje te donker, maar Karin die zien we overal met de lichtstrepen. Oh. Nou, wel thuis lieverd. Ja. Doei doei. Oh, wat stormt het hard. Zo. Hé, ja, dat was Lovely en Lady. En dan zullen we die deur weer open doen, dan kunnen ze allemaal weer beneden komen. Ja. Eowyn, Gandalf. Komen jullie niet? Dan moet je maar eens afwachten als ik eten voor jullie klaarmaak. Dan willen jullie wel. Iedere week wel zeker. Zo, lieve vrienden. Haha. Nou ja, die twee gaan dus weer richting Den Haag. Met z'n ranke duinen, ja. Ik zit dus weer alleen en nou ja, ik ga zo denk ik maar even naar Facebook. Want ik ben te moe om te gaan renderen en te doen. Want er is vandaag weer veel gebeurd, ja. Ik ben Karin ook zo dankbaar, zeker weten. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En ik wens jullie ook gelijk allemaal... En welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht.